38 dagen in een kajak op het Titicaca-meer. De Belg Louis-Philippe Lonke samen met de Peruaan Gadiel Sanchez Riviera. Voor het avontuur, maar ook voor de wetenschap. Ze nemen voortdurend GPS-coördinaten en meer dan 1500 foto's. We kunnen die foto's gebruiken een beetje zoals we doen, zoals de gletsjers. We kunnen die vergelijken met het verleden. Er zijn daar niet veel foto's van, maar zeker met de toekomst. En als we kunnen meten, als we de veranderingen zien, dan kunnen we betere beslissingen nemen ten opzichte van de natuur en van de groei en van de ontwikkeling van die steden. Het is het grootste meer van Zuid-Amerika en ligt tussen Peru en Bolivia. 5,5 uur peddelen de avonturiers per dag. Loodzwaar, Louis-Philippe verloor 12 kilo. We zijn daar op altitude, op hoge hoogte, 3800 meter. Plus, het was winter. En die winter, maar we wisten dat gewoon niet. We waren op weg. Kwam er zo'n een grote golf van een kou. En dat was de grootste kou van de laatste 30 jaar. Met de expeditie willen ze aandacht vragen voor de vervuiling van het meer door de industrie. Er moet dringend geïnvesteerd worden in waterzuiveringsstations.